Hoi Ram, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor de likes, de reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee? Klik even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Ram, het is een algemene reading. Dat betekent dat het niet met iedereen resoneert. Resoneert het niet met je, gooi het gewoon weg. Probeer het ook niet passend te maken. Als het niet voor je is, is het niet voor jou bedoeld. Ik zeg al, het is een algemene reading. Kijk ook even naar de maan en je ascendant als je die weet, als je een persoonlijk horoscoop hebt. Zo niet, dan kun je die altijd even laten maken bij mij. De horoscoop is een blauwdruk van je karakter. En het vertelt je wat jij komt doen in dit leven hier op aarde. Sterrenbeeld Ram, wat is er voor jullie op dit moment? Wat is er voor sterrenbeeld Ram op dit moment? Sterrenbeeld Ram, wat is er voor jullie op dit moment? Sterrenbeeld Ram Universum, de beste kaarten. Voor Sterrenbeeld Ram, eerste teken van de dierenriem, wordt geregeerd door Mars. Het meest mannelijke teken en het eerste teken van de dierenriem. Sterrenbeeld Ram. Ram, 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 ram. Ram, wat ik zie is dat je eigenlijk steeds meer terugtrekt. Heel bewust of onbewust trek je jezelf terug. En misschien was het een tijdje goed tussen jou en deze situatie, tussen jou en deze persoon. Maar nu is de afstand groter en groter. En het is net alsof het van je weg ebt. It's fading away. Ja. En ja, je wil er toch iets aan doen, want je vindt het jammer dat het gewoon doodbloedt eigenlijk. Je wil het ook niet dood laten bloeden. En je denkt, ik moet er iets aan doen. En dat komt omdat je voor iedereen het beste wil. En als je afstand neemt, dan is dat ook een vorm van, ik let eerst op mezelf en dan op anderen, maar ik wil wel dat het met iedereen goed gaat. En je wil het eigenlijk niet zomaar laten gaan of zo. Toch zie ik een bepaalde teleurstelling hier. Voor of kaps, een bepaalde teleurstelling. Want ik heb het idee dat je toch ook wel heel erg om deze situatie of personen geeft. Dus het gaat je aan het hart. Maar het is niet goed voor je. Dus het groeit niet en het stagneert daardoor. En het is gecompliceerd, want het ziet er aan de oppervlakte ziet het er best aardig uit. Maar er is meer daaronder. Onder die oppervlakte zie ik meer dingen. Misschien moet je ook wel accepteren, of heb je dat gedaan, dat je niet echt connected bent. Je bent een beetje los, je bent niet echt aanwezig of niet echt connected. Dus de focus ligt meer op jezelf. De focus ligt op jouzelf, want anders ga je verder met iets wat niet goed voelt. Je investeert in jezelf en je voelt je beter. Je krijgt ook meer ruimte en tijd daarvoor terug. Dus dat is heel mooi. En je krijgt ook meer helderheid van waar je staat in deze connectie of in deze situatie. Sta jezelf die ruimte toe. Neem die ruimte voor jezelf. Love yourself first is wat ik altijd zeg. En dat zie ik hier wel gebeuren, Ram. Maar wat die ander betreft, Ram, of die andere situatie, of die andere connectie, it takes two to tango. En hoe komt die persoon of dat
die energie jou tegemoet halverwege. Kan dat? Gaat dat gebeuren? Dat weet je niet. En je snapt wel van, dit is een leermoment voor mij, deze connectie, deze situatie. Ik moet ervan leren en ik denk dat het de komende tijd ook niet veel verandert, dat het zo een beetje zal blijven. Dus een eindconclusie zie ik hier eigenlijk niet. Ik zie niet dat er echt een besluit wordt genomen of dat er echt een conclusie is. Het blijft zo een beetje van, we zien wel, to be continued, wordt vervolgd. En ja, dan over een tijdje zul je zien hoe je de dingen gaat aanpakken. Komt iemand je halverwege of ga je ieder je eigen weg? Maar het belangrijkste is dat jij je goed voelt en anderen ook. Dus ik eerst en dan de rest. En in ieder geval heb je hier van deze situatie wat geleerd. Ook al komt iemand niet halverwege, ook al gaan jullie beiden je eigen weg, of ga je uit deze situatie, of ga je iets anders doen, dan nog heb je een les geleerd uit deze situatie. Dus dat is alles wat ik voor jullie heb gehad. Bedankt en tot de volgende keer. Doei!